We gaan aandacht hebben voor die verschrikkelijke ramp in het Kangju-Rouen stadion. 1 minuut stilte voor 174 slachtoffers. Een verschrikkelijk verhaal hier in Nederland. Is er aandacht voor en meer dan dat kun je ook niet hebben. Loorsheid zal het nu wel zuiver willen doen. Daar krijgt ze ook alle tijd voor. Zuiver is het niet. Daar is Smits dan om het wel een keer af te straffen, maar dat gebeurt niet. Een hoekschop. En Loorsheid blijft staan. Levels. Vorm. En dan blijft die bal daar hangen en moet Loorsheid hem over de lat tikken. Smits leek er net niet meer bij te kunnen. Misschien dat ze de bal nog schampt. De bal raken doet Loorsheid zeker, maar dat was ook noodzakelijk. Misschien was die bal nog wel over de heen onder de lat gestuiterd. Alkemade heeft hem niet, dus kan ADO hier nog wat creëren. Rijsbergen. En die bal die blijft daar dan richting verre paal. Heel lang in de lucht hangen. Alkemade heeft hem uiteindelijk toch goed ingeschat. ADO zet even aan. Een paar hoekschoppen op rij. En nu een bal die daar weer blijft hangen. En Alkemade die hem over de lat tikt. En dan is dit een doeltrap. Oh. Het is bijzonder. Maar het is in dit geval goed gezien. Goed gezien. Nou, het is ook wel tijd om wat anders te doen. Spelletje hier en daar. Het spelletje hier kan een stuk leuker, dat weten we. En zeker op de hertgang. Worm. Biesmans komt daar niet bij. En het is Dalma die de bal heldhaftig over haar eigen doel heen schiet. Ripa. Kolen. De bal schiet door en Smits heeft dat wel in de gaten, maar kan dan niets meer met de bal doen. Het begint wat zachtjes te regenen. Worm. En dan zit Loorsheid daar bij de eerste paal erin. En is die bal dan ja, over de lijn geweest? Dat is het geval. PSV komt op voorsprong. En Worm met haar corner viert nu ineens een doelpunt. En Loorsheid vraagt zich af hoe dit toch kan. Via de paal en haarzelf zou die bal dan over de lijn zijn geweest. Kan dit een doelpunt zijn? Ik denk van niet. Maar het is lastig te zien. Ik denk het niet. Waarom denk je het niet? Nou, kijk naar de voeten van Loorsheid. Die staan net achter die lijn. Dat scheelt vrijwel niets. En die bal ligt daar wat mij betreft nog aardig voor. De vlag gaat resoluut de lucht in. Maar zo resoluut als de assistent is, zijn wij niet. Totaal niet over de lijn. Rijsbergen. Verlengen en binnenkoppen. Het kan zomaar, maar Alkemade voorkomt dat. Noordermeer heel dichtbij. Haar tweede doelpunt al van dit seizoen. Nou, Rijsbergen. Een cadeautje zoals Losheid ze gaf in de eerste helft. Nu van Lisanne Alkemade. Recht in de voeten van Rijsbergen. Is knap van Louise van Oosten. Voordeel omdat Rijsbergen verder kan. Die is Worm kwijt. Rijsbergen. Susanna. En dit moet een kans zijn. En dus ook de goal voor ADO. En ergens voelt dat ook wel als gerechtigheid na dat spookdoelpunt dat gegeven werd aan PSV. Goed opgezet door Louise van Oosten. Liz Rijsbergen die hier Siri Worm in de muren legt. En dan overzicht houdt. Zodra die hem aflegt en Ravensbergen die perfect inschiet. Haar vierde van dit seizoen. Deze wedstrijd verdiende geen winnaar. Een wedstrijd met veel fouten. PSV ADO, de eindstand 1-1.